welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het weer hebben over iets wat wij allemaal met z'n allen altijd fantastisch vinden. En dat is goedkope make-up, lekker betaalbaar allemaal weer. Ik ga het vandaag hebben over echt extreem betaalbare make-up. Dus echt make-up van 5 euro en minder. Ik heb een hele video gemaakt waarin ik mij opmaakte met alleen maar make-up van 10 euro of minder. Nou is het nog meer drastisch. Vandaag ga ik het hebben over make-up van 5 euro en minder. Ik ga me er vandaag niet meer opmaken, want ik ben al opgemaakt zoals je kunt zien. Maar ik ga het wel allemaal erover hebben en laten zien. En als jij een trouwe abonnee bent, dan heb je een heleboel van al die make-up al in actie gezien. Want ik gebruik het ook vaak in mijn video's. Dus ik ga het vandaag weer hebben over een aantal favoriete make-upjes van mij die lekker goedkoop zijn. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Als je je afvraagt wat ik op mijn lippen heb, Catrice Lip Pencil in de kleur 40 met NYX Cosmetics Lipstick in de kleur 558. Dit is een hele mooie creamy lipstick. I love it. Oké, ik ga beginnen met losse poeder. Als je mij een aantal maanden terug had gevraagd, weet je, een goedkope losse poeder, dan had ik gezegd nee, want ik kon er gewoon geen vinden. De enige goede losse poeders die ik had waren allemaal duur. Maar ondertussen heb ik er twee gevonden. Ik begin met de Essence My Skin Perfector. Ik heb hem in de kleur 10. Ik heb hem ook in de kleur 20, alleen die lijkt iets te veel op mijn huid. Qua poeder wil ik altijd dat hij gewoon lekker licht is. Deze is echt super goed. Onder de 5 euro. En ik vind hem echt heel erg fijn. Dit is de kleur 10. Het enige wat ik dan misschien iets minder zou vinden is de kleur. Want kleur 10 is het lichtste. En het heeft een beetje een roze ondertoon. Daar ben ik persoonlijk niet zo van. Omdat mijn ondertoon geel is. Maar in principe hij werkt prima. I love it. En een andere is de Technique Vitamine C losse poeder. Deze kleur is perfect. En hij is echt amazing. Kijk, het is een beetje zo'n lichte vanille kleur. Dat vind ik altijd geweldig, die kleur. En ik vind hem super fijn. En er zit dus vitamine C in. Dus ideaal voor je huid. Het voedt ook je huid. Het enige wat hij niet doet is dat hij dekt. Deze poeder geeft geen dekking. Maar voor de rest doet hij echt gewoon wat een poeder moet doen. Ik vind hem echt ideaal. Hij maakt hier helemaal mooi smooth. En echt, I love it. Dus dit zijn op dit moment mijn twee favoriete goedkope poeders. Dan concealer. Daarvan heb ik er ook twee. Allebei van Catrice. Ik denk dat ik het niet eens meer hoef te vertellen. Maar de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Ik heb hem in twee kleuren. Kleur 020 en kleur Honey. Honey is perfect voor mij. Dat is echt gewoon een perfecte concealerkleur voor mijn huid. En de kleur 020, die is ietsje lichter. En die vind ik fijn als ik hier een beetje wil verlichten. Allebei spot goedkoop te halen bij de Kruidvat. Ze dekken goed, ze zijn smooth. Ik heb er gewoon niks slechts over te vertellen. En ik denk dat heel veel mensen die ook echt geweldig vinden. Welke ik ook echt top vind is de Catrice Camouflage Cream Concealer. Deze is ideaal voor spot concealer. Dus als jij wat plekjes hebt op je huid, breng het erop aan en het is gewoon helemaal bedekt. Ik heb hier de kleur 10. Dit is een lichte kleur. Die gebruik ik niet voor vlekjes. Want als je het voor vlekjes gebruikt, pak dan een kleur die perfect matcht met jouw huid. Zodat je het niet ziet. Als je een lichtere gebruikt, dan heb je gewoon allemaal van die lichte vlekjes. Maar ik vind het fijn om die zo hier te gebruiken. Hier in mijn binnenste ooghoek, hier een klein beetje zo, breng ik die aan en... What the F. Dan breng ik zo die aan, zo hier in het begin. Om echt dit hier te bedekken. Af en toe is het hier zo een beetje donker. En dan breng ik eerst die aan en dan een normale concealer. En dan is het gewoon helemaal smooth. Dus deze twee onder de 5 euro. Toppie. Allebei te halen bij de Kruidvat. Qua gezicht primer. Ik had die volgens mij ook gebruikt in mijn 10 euro video. En dat is de Catrice Prime and Fine. Ik heb hem hier in het blauw. Dat is Fresh It Up. Die is ideaal voor de droge huid. Je hebt hem ook in het wit. Die is nou op. Maar ik vind die ook echt heel erg fijn. Deze zijn ook allebei onder de 5 euro. En zijn super fijne primers. Ik had hem ook mee naar Marokko. Daar elke dag gebruikt. Deze is echt top. En die witte is echt helemaal ideaal. Die laat je make-up er echt heel goed op zitten. Als ik voor één van de twee zou moeten gaan, zou ik persoonlijk gaan voor de witte. Maar is jouw huid echt super extreem droog, dan is de blauwe nog meer ideaal voor jou. Dus deze zijn ook echt super fijn onder je make-up. I love it. Dan ga ik verder met pressed poeder. Essence echt is killing it qua pressed poeders. Al hun pressed poeders zijn echt toppie. Vooral deze Brighten Up poeder. Ik breng altijd eerst een losse poeder aan hier en dan haal ik het eraf en dan nog zo'n pressed poeder. Deze verlicht het en maakt het hier helemaal smooth. Echt helemaal top.
En iets wat ook geweldig is, is alle Revolution Matte Base poeders. Ik heb hier de kleur P2. Deze is ook heel mooi licht en die gebruik ik ook voor hieronder. Ik heb ook de kleur P10 en die gebruik ik om mee te bronzen. Echt, deze poeders zijn zo ontzettend goedkoop. Het is gewoon absurd en ze zijn super fijn. Ze maken je huid mooi mat. I really love it. Ze blijven ook goed en lang zitten. Deze twee raad ik ook echt zeker aan. Qua bronzer ook weer Revolution, de Mega Bronzer. Amazing. Ik heb de kleur 2 warm. Je hebt ook de kleur 1 en die is meer cool tone. Deze is mat. Hij gaat lang mee en hij is precies 5 euro. Dus hij valt nog net in de categorie. Deze is zo ontzettend mooi. Ik heb hem ook al vaker gebruikt op mijn kanaal. Hij blendt goed mee. De kleur is lekker heftig. Je bent al zo lekker bronzy als je daar echt van houdt. Zo was ik. Vind je hem echt amazing. En ik heb hier ook van de Action de Max & More poeder. Dit is gewoon een normale poeder. Wordt niet per se als bronzer of zo verkocht. Maar ik gebruik hem als bronzer. Ik heb de kleur Soft Cashew. En die vind ik heel erg mooi als bronzer. I love it. Ik heb hem echt al vaak gebruikt. Hij is niet zo heftig als de andere. Hij is iets minder heftig, maar wel nog heel erg mooi. Dus voor een everyday look vind ik hem echt ideaal. Dit zijn echt twee van mijn favoriete goedkoop bronzers. Dan wenkbrauwen. Ik heb hier een wenkbrauwpoeder kit is het. Het is een kitje van Wet n Wild. Hij is al wel helemaal kapot. Er zit normaal een dekseltje op, maar die is kapot. Want ik heb hem al letterlijk vanaf het begin van mijn kanaal. Dus ik heb hem al daarvoor. Dus ik heb hem echt al 3-4 jaar of zo. Deze kleur gebruik ik altijd zoals je kunt zien. En de witte kleur hier is een wax. Dus je hebt poeder, poeder en een wax. Deze wenkbrauwkit is precies onder de 5 euro. Hij is volgens mij echt net 5 euro te koop bij Beauty Bay. Deze poeder is amazing. Er komt zoveel pigment af. Hij is prachtig in de wenkbrauwen. Ik vul mijn wenkbrauwen vaak zo ermee in met de onderste kleur. Dit is echt een van de fijnste wenkbrauwpoeders die ik heb. Ik heb er ook eentje van Benefit. Die is duur en ik vind die gewoon letterlijk slechter dan mijn Wet n Wild poeder. Deze is echt ideaal. Geeft veel pigment. Als er één wenkbrauwpoeder is die ik aanraad, is het dit. Deze vind ik echt geweldig. Ik heb hier ook de Revolution Cannabis Wenkbrauw Gel. Deze is eigenlijk 6 euro, maar hij is in de sale voor maar 3 euro. Dus ik wilde hem toch even erbij knallen. Ik heb hem nou al een aantal keer gebruikt voor mijn wenkbrauwen. Ik heb de kleur Dark Brown. Die is best wel donker, dus je moet daar wel mee opletten. Je hebt ook lichtere kleuren. Deze is zo fijn. Hij is zo klein, dus echt ideaal om zo lekker zo door je wenkbrauwen te gaan. Hij geeft veel kleur aan. Hij maakt je wenkbrauwen lekker hard, waardoor ze gewoon goed op hun plek blijven. Hij is dus nu in de sale voor maar 3 euro. Ik vind hem echt top. Ik raad hem echt aan. Een lipstick collectie die ook super goedkoop is en echt amazing is, is van Essence. En dat is de hele This Is Me collectie. Deze lipsticks zijn allemaal, de verpakking is al echt amazing. Allemaal zo wit en dan zo glanzend onderin. Deze zijn geweldig. Zoals je kunt zien, ik heb er 5. Deze lipsticks zijn echt amazing. Ik heb er hier 3 in nude. Ik heb hier de kleur 5. Deze is heel mooi. Ik heb ook de kleur 11. Deze is meer roze. En ik heb de kleur 3. En dat is echt mijn fave, want die is zo mooi nude. Dus nude bruinachtig, roze en een beetje mauve. Een beetje paars nude. Deze zijn zo creamy en zo gepigmenteerd. Het is amazing. Ik heb ook de kleur 8. Die is meer heftig. Kijk, die is meer donker paarsachtig. Ook heel mooi. Die heb ik net opgemaakt voor de look die ik hiervoor heb gemaakt. En ik heb de kleur 7. Die is ook mooi en die is een beetje meer roodachtig. Een beetje bordeaux rood. Maar kijk ook het pigment, jongens. Je gaat gewoon één keer zo. En kijk hoeveel pigment er van afkomt. Deze hele collectie, ze zijn volgens mij echt iets van 3 euro of zo per stuk. Deze hele This Is Me Essence collectie, amazing. Deze lipsticks zijn echt prachtig. Lekker creamy, I love them. Nou, dat waren dan alle producten van onder de 5 euro die ik vandaag wilde laten zien. Ik vind ze dus echt allemaal top. Let me know wat je van de video vond. En of je ook een van de make-up hebt die ik vandaag heb laten zien. En wat jij ervan vindt. Heb jij nou ook favoriete make-up van onder de 5 euro of onder de 10 euro of whatever? Laat het ons dan ook weten onder de video in de reacties. Want
Ik ben altijd op zoek naar goede, goedkope make-up. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!